Ik ben Jure Methorst, ik ben 16 jaar oud en ik rij een Sundap 529 GTS 50. Nou, ik ben Jure Methorst, 16 jaar oud en ik rijd deze Sundap. Nou, ik heb deze gekocht omdat ik voornamelijk scooters niet heel erg leuk vind. Als je op een schakel rijdt, dan heb je tenminste wat te doen en hoef je niet alleen maar gas te geven. En dan dacht ik, ja, als ik dan toch een schakel koop, koop ik liever een Sundap die je niet veel ziet, dan dat ik een Derby koop die je heel veel ziet. Plus, bij jullie in de familie zit er meer oud spul. Ja, dus bij ons inderdaad wel. We hebben nog een lege Jeep dan. Passie voor oldtimers is wel wat groter inderdaad. Wat er onder hangt is een 50cc. Ook al lijkt het op een grotere cc, maar het was vroeger in de jaren 80 was het een breidwand. Dus het lijkt groter dan dat de cilinderinhoud is, zeg maar. Er zit een 10 mm carburateur op. Hij wordt wel groter, maar dat moeten we nog onderzetten. Er zit een Yamaha-coil uitlaat op. Wat ook nog wel een grappig feitje is dat je ermee kan fietsen en je moet hem aankikken met de fietstrappers. En dat was ook wel een dingetje waarvan ik dacht van dat is ook wel tof om, dat is ook weer eens een keer wat anders dan een kickstart. Ja, het is echt nog de echte bromfiets, mensen. Ja. Uit welk jaar is die? Hij komt uit 1982. Ja, dat is ook wel een geinig feitje, want dit is een van de allerlaatste Sundaps ook qua bromfietsen enzovoort. Ja, dit is een van de laatste uit de serie, zeg maar. Ja. En hij heeft een paar jaar lang stilgestaan. En toen ging ik bij hem kijken en dus meteen starten en lopen. En hij stond nog niet op kenteken, dus we moesten het nog wel doen. Maar dus we hebben hem op kenteken gezet, we hebben de banden, de remmen, nieuwe uitlaat erop, nieuw stuur vervangen. En de carburateur 3 keer ultraso laten reinigen, omdat die kosten te verzopen. Ja, want je ziet ook een beetje dat het geinig is. Je ziet aan de tank en het kontje is al wel wat meer modern gericht. Maar je ziet aan de tank en het stuur en het blok zie je dat het gewoon een veel oudere stijl is. Maar je koplamp is al meer de vierkanten die in principe ook in een kuip past. Je hebt er al lichtmetalen velgen onder in plaats van spaakvelgen. Of gegoten velgen trouwens, ik weet niet per se of het lichtmetaal is. Dus je hebt er gegoten velgen onder zitten. En dat maakt hem al iets moderner, ondanks dat je gewoon, als je er doorheen kijkt, zie je nog steeds dat het gewoon echt een oldtimer brommer is. Terwijl die eigenlijk in feite, mensen, dus 2 jaar jonger is dan mijn MT5. Ja, bizar, hè? Ja, dat is echt raar. Als je zeg maar ziet, mijn MT is echt jaren 80 stijl en jaren 70 ontwikkeld. Dit is ontwikkeld in de jaren 60 met een, zeg maar, een doorbreek in jaren 70. Alleen gewoon heel lang doorgebouwd. Ja, ze begonnen met de 517. Toen hebben ze die een paar jaar uitgebracht met verschillende, je hebt de GTS 50, KS 50, CS 50. En toen zijn ze doorgegaan naar de 529 en daarna ook weer GTS, KS, series doorgebouwd. Ja, zonder kuip, met kuip. Toen zijn we nog de Sundap Sprinter. Ja. Die zie je ook best veel. Ja, eigenlijk zie je deze niet eens zoveel. Nee, er rijdt er nog eentje in Apeldoorn rond, met, die is rood. Die kwam toevallig laatst ook tegen, dus dat was grappig, ja. Bij een meeting. Nou, super! We'll be right back.
Oké. Succes, hè? Met? Ja, nou ja, terug eraf. Oké, succes. Dank je. This man is now attempting very heavy proof. He will be attempting to... Wel, in principe is het daar. Ik ga gewoon een kutfluit eronder zetten, weet je wel. Kijk de struggle van die man zo op zijn hoofd. Kut, moet ik dan met één been doen? Ja, plus je gaat compleet scheef. Je zit nu bijna, je zit legit helemaal op de rand. Terwijl je hier alle ruimte van de wereld hebt. Ja, ik ga terug, ja. Ja. Hey, zullen we jouw motor anders opzetten? Ja. Connected.